Jitsi is een gratis open source video chat programma waarmee je dus kunt video bellen, video vergaderen. En in deze video leggen we in het kort even uit hoe je een vergadering kunt opzetten en hoe simpel dat eigenlijk gaat. Je gaat naar het internetadres meet.jit.si, dus meet.jit.si. Dan kom je op deze pagina uit en in het midden kun je in dat tekstvakje kun je zelf een naam bedenken voor jullie vergadering. En je kunt bijvoorbeeld D66-Goes-14 april. Je kunt er een datum aan hangen, je kunt altijd dezelfde naam gebruiken. Je kunt zelf die naam uitkiezen, maakt niet uit hoe je hem noemt. Dan kom je in dit schermpje terecht. Rechts onderin staat ook al meteen dan een venstertje waarin staat waar je deze vergadering kunt vinden. En een knopje, daar kun je op klikken, kopiëren. En dan kun je het internetadres kopiëren waar anderen naartoe moeten om in dezelfde videochat terecht te komen. Dus als je daarop klikt, dan kopieert hij naar het klimbord die hele tekst. Zou je dat plakken in een mailtje of in een berichtje, dan zie je dit berichtje. Er is heel veel tekst. Eigenlijk gaat het alleen maar om de link die staat onder deelnemen aan vergadering. Als je die link deelt met een mailtje, WhatsApp berichtje, gewoon een sms'je, aan al de mensen die moeten deelnemen aan de videochat, kunnen die mensen daarop klikken en komen ze in de vergadering. Op het moment dat iemand een linkje opent, komen ze vanzelf in de vergadering. Ik laat straks even zien hoe dat eruit ziet vanaf de iPad. Je ziet dan wel steeds degene die aan het praten is, die komt naar voren. Maar dat kun je aanpassen door rechts onderin op de vier vierkantjes te klikken en de tegelweergave te starten. Dan hebben we nog in het menu een aantal opties. Het menu, dat zijn die drie puntjes rechts. Je kunt iedereen op mute zetten. Dus op het moment dat iedereen in de vergadering terechtkomt, kan er natuurlijk een soort cacophonie van geluid worden. Je kunt als beheerder van die ruimte dan alvast iedereen op mute zetten en steeds iemand de beurt geven of vragen of ze hun microfoon aan willen zetten. Je kunt ook kiezen om de background te blurren. Dan wordt je achtergrond wazig. Is die nou niet mooi, de achtergrond? Of zit je op een plek waar foto's hangen die dan afleiden van het beeld, kun je je achtergrond wazig maken. Bovenin staat een optie om je naam in te stellen. Gewoon je voornaam. Stel dat altijd even in, zodat iedereen weet tegen wie ze het hebben. Daaronder kwaliteit van het gesprek. Klik daarop om te zorgen dat de videoverbinding sneller gaat. Mocht de internetverbinding niet goed werken, kun je de kwaliteit op standaard zetten of op hoge resolutie als je gewoon een goede verbinding hebt en scherp beeld wil hebben. Die link voor een vergadering kun je van tevoren ook al aanmaken. Door simpelweg de naam te bedenken van je videovergadering en die te plakken achter het internetadres meet.jit.si en een slash ertussen, dan kun je die link alvast doorsturen naar iedereen en de vergadering goed voorbereiden. Wanneer mensen door jou worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering, dan ontvangen ze die link die we net hebben aangemaakt en hebben verstuurd. Die kun je openen op een laptop, een computer. En dan kom je in een browser terecht en zit je ook meteen in de vergadering. Daar hoef je niks bijzonders voor te doen of voor te downloaden. Je kunt die link ook openen op een mobiel device, een tablet of een telefoon. Daar heb je wel de app voor nodig, Jitsi Meet. Die kun je vinden in de Apple Store of in de Google Play Store. Heb je die app geïnstalleerd, klik daarna op het linkje uit de mail of uit het berichtje. Dan opent hij de applicatie Jitsi Meet en kom je in de vergadering terecht. Dat ziet er dan zo uit. Je wordt toegevoegd aan de vergadering. Dan zie je meteen de maker van de ruimte of degene die aan het spreken is als de vergadering al begonnen is. Je kunt dit aanpassen door op het menu te klikken met de drie puntjes. Daarna op meer opties en daarna op tegelweergave. En dan zie je meteen iedereen die deelneemt aan de vergadering. Links onderin heb je nog de knop om je microfoon te muten, uit te zetten. Dat wordt altijd aangeraden, hè? Als je niet aan het woord bent, mute je microfoon even. Dan heb je ook geen last in de vergadering van overbodig geluid. Succes met vergaderen!